Vorige week hadden we het over de carjacking in Amersfoort. De auto is terug, dat is mooi. Ja, zeker. En hij is vorige week woensdagavond gevonden in Montfoort. Er zijn wel spullen uit de auto gestolen, maar om wat voor spullen dat dan precies gaat, dat kan ik niet zeggen in het belang van het onderzoek. Oké, waar stond hij precies? Hij stond aan de Achterdijk in Montfoort en het was op een parkeerplaats aan het water van de Voorgracht. Een inwoner van Montfoort belde vorige week woensdag en zei dat er al enige tijd een zilverkleurige Volkswagen Touran met een Duits kenteken op een parkeerplaats aan de Achterdijk in Montfoort stond. Nou, collega's gingen ter plaatse en zagen inderdaad die auto staan. Nou, vermoedelijk is die auto daar tussen vrijdag 19 juli en zondagavond 21 juli door een man neergezet. Ja, die man die zoeken we natuurlijk. Ja, we zijn uiteraard druk bezig met het onderzoek en we hopen dus ook dat het publiek ons iets kan vertellen. Misschien is er wel iemand die die auto heeft gezien, dus die heeft gezien dat die auto daar neer is gezet. Ja. En die dan ook misschien de bestuurder wel heeft gezien. Precies. Dan die carjacking zelf. Die was op donderdagavond 18 juli rond 10 uur. Het gebeurde op de Maanlander vlakbij de McDonald's in Amersfoort. De Duitse bestuurster werd uit de auto gesleurd en raakte daarbij gewond aan haar linkerarm. We zien hier ook een foto van haar linkerbovenarm. Flinke bloeduitstortingen. Die rovers, Willemijn, die twee mannen, hoe zagen die er ook alweer uit? Nou, die mannen, dat zijn twee jonge mannen met een tenger tot normaal postuur. Rond de 1,70 meter tot 1,75 meter lang. Ze droegen donkere kleding met bivakmutsen. En een van hen had een blanke of licht getinte huid. En van de ander is dat onbekend. De auto is terecht. Nu de rovers nog. Was u getuige van de beroving? Wie heeft tussen donderdagavond 18 juli en zondagavond 21 juli iemand in de zilverkleurige Volkswagen Touran met het Duitse kenteken gezien? En heeft gezien dat de auto tussen vrijdag 19 juli en zondagavond 21 juli op de parkeerplaats aan de Achterdijk in Montfoort werd neergezet? Bel alstublieft een van de tipnummers 0800 60 70 of anoniem 0800 7000.